En Giovanni, weet je hoe wij altijd de podcast altijd starten? Ja. Met een heel grappig stukje, weet je wel? Dan. Gewoon zo'n warmloopstukje, zeg maar. Vorige keer, of twee afleveringen geleden, hadden we het over tongbrekers. En toen, daarna kwam de tongbrekers in de aflevering. Ja, Tim, doe jij nog eens de tongbreker met potvis? Ja. Als een potvis. Sneller. Nee, wat is het nou? Als een potvis in een pispot pist, heb je een pispot vol met pispot pis. Of zoiets. Dan doe ik liever die andere. Rut raspt rasp rode ronde radijsjes. Rap, ben je vergeten? Nee. Rut raspt rap rode ronde radijsjes. Nu sneller. Rut raspt. Nu Giovanni. Nee, dat kan ik toch niet. Ja, doe maar. Je mag ook de tackle doen. Of de kat krapt krullen van de trap. Oh, de kat krapt de krullen van de kraptrap. Kraptrap. Dylan, kan jij er nog één? Even iedereen. Nee. Jawel, jij moet er nu ook één doen. Welke? Doe je over de Spaanse koning? Spaanse koning? Ja, de Spaanse koning spreekt prima Spaans. De postkoets. Oh, verschrikkelijk. Dylan, we wachten op jou. Ja, Dino. Ja, hoe ging die ook weer? De... Post, koets. Koets. Bord. Poets. Net. Poets, poets. Nee, postkoets, poets. Postkoets, poets, toch? Zo. Zoiets. Hé, hey, maar Giovanni, wat leuk dat je erbij bent. Dankjewel. Voordat je meedoet, hè. Je weet dat alles wordt opgenomen, op YouTube geplaatst, op Spotify wordt geplaatst. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat weet je, daar ben je van op de hoogte. Daar ben ik van op de hoogte. Even consent vragen. Oké. Okay. Dan mag je ook even tegen de kijkers thuis vertellen dat jij toestemming geeft. Oh nee, ik geef toestemming hoor. Oké. Okay. Tim heeft mijn toestemming. Dus mochten wij ooit in de rechtszaal zitten samen? Wanneer heb ik toestemming gegeven? Hebben we bewijs. Dan kan ik niet tegen je gebruiken. Nee, precies. Alhoewel ik Kim en Dinant dat nooit heb gevraagd. Maar... Nee, daarom. Nee. Sure, weet Dinant, je. Dinant, heb je er nog een rechtszaak aan te spannen? Ja. We nemen al het geld van Tim. Al mijn geld. Al mijn geld. En je YouTube-money's. En je Deen-money's. Die ik nog niet eens heb. Al verdien je nog niks. Ik doe dit allemaal vrijwillig. Sorry, Tim. Al deze dingen doe ik allemaal vrijwillig. Nee, ik ga maar niet betaald worden. Zullen we even het intro-stukje doen? Ja, ja even dat mag jij gaan doen. Oké. Dit keer gaan we het even goed aanpakken. Of gaat ze Giovanni hem doen? Giovanni? Nee. Hij weet toch niet wat hij moet zeggen? Ja, nee. Je moet het wel even wat energieker doen, want je doet het altijd heel monotoon. Ja. Oké. Sorry broertje en zusje, als jullie wakker worden. Welkom in ProCast. De wie... Nee, niet de wie is de mop. Podcast. Welkom in ProCast. De mol podcast van De Mol Pro. We bespreken onder andere de afleveringen. Samen met Kim van het kanaal Kim Kogé. Hallo Kim. Hallo. Dinant van WDM-2023-hints op Hallo. Instagram. Ja. En... Vandaag spreken wij ook de aflevering niet met Arjan, helaas. Maar special guest. Maar met de special guest Giovanni Haak, die de mol goed had na aflevering 4. Yes. Welkom. Dat was wel een heel eenzaam applaus. Wat is dit? Waar klap je idee? Deze mol verdient geen applaus. Ik zal in de edit, zou ik even nu een klapgeluid toevoegen. Dat is leuk. Doe die clap-clap van ons Nee, dat kost weer veel te veel editwerk. Dat gaan we niet doen. Hier, krijg je clap-clap. Alsjeblieft. Nou, dank jullie wel. Het was een leuke aflevering. Ja, tot het einde. Ik had allemaal aantekeningen gemaakt over waarom Lancelot de mol zou kunnen zijn. En waarom Toos de mol zou kunnen zijn. Ik heb één keer opgeschreven. God, dit zou enigszins kunnen leiden naar comfort als mol. Maar ja, het bleek dus niet zo te zijn. Want spoiler alert, de mol is comfort.
Wat vonden jullie van de aflevering? En dan begin ik eventjes bij Giovanni. Ik vind het spectaculair hoe de opdrachten in België zijn. Het is 2 hours later. Een hele andere concept dan gewoon de Nederlandse versie. Ja, ja. Ik snap wel. Ik vind de opdrachten gewoon veel uitgebreider bedacht of zo. En dat geeft een veel leuke draai aan het spel. Ja, met al die verschillende lagen. Ja. Opdracht 2 hadden we bijvoorbeeld die geheime aanwijzingen er ook nog weer bij. En dan in een hele vette locatie vond ik dat. De biosfeer of zo. Sfeer. Ja, was echt mooi. En Dinant? Ik vond het leuke opdrachten ook weer uitgebreid. Dat ze daar lekker op tv kwamen en die andere opdrachten ook heel uitgebreid. Dus ik vond het wel leuk. Ja. En dat ze ook nog extra informatie voor de test konden krijgen. Mooi. En Kim? Ik vond de aflevering leuk, tot aan de spiegels. Oei, hier begint het jongens, hier begint het. Nou, ik vond het tot en met de lamp die aanging, vond ik leuk. Ja. Daarna werd wat minder. Ja, die lamp die vond ik ook niet eens meer leuk. Een herkenbare situatie. Ik werd echt pissig. Ja. Ik zat zo te kijken en ik dacht, die lamp gaat aan bij Lancelot. Ja, dat dacht ik. Ik zat te kijken en ik dacht echt van, die lamp gaat aan bij Lancelot. Tijdens de ontknoping dacht ik van... Nee. Tijdens... Ja, sorry. Oké. Okay. Ja, tijdens de ontknoping dacht ik nog van, ja, fuck it, het is gewoon Toos eigenlijk. En toen fucking... Ja. Maar ik wist al soort van wel dat het Commie was, want... Commie zat op Toos zat op Lancelot zat op Commie. Dus eigenlijk wist je het al wel een beetje wie het zou zijn. Nee, ik dacht nog steeds dat Toos was eigenlijk. Jij dacht dat het iedereen was. Ja. Dinant heeft letterlijk iedereen verdacht. Ja, maar Dinant is ook... Die verdenkt elke aflevering iemand anders. Dus ja, maar aflevering 1 tot 4 zat ik op Commie. Tot dat rode scherm. Ja. En dat rode scherm, dat vind ik ook niet eerlijk eigenlijk. Ongeveer herkenbaar, maar ja, Ruben was er toen ook nog. Ruben was het ook niet. Nee, Ruben was het ook niet. En Thomas ook niet. En Laura. Maar die heb ik nooit verdacht. Nee, jij niet. Ik heb tenminste een finalist verdacht vanuit het hele spel door. Dus dat is nog de eer die ik heb. Maar jongens, hoe kan dit nou? Maar we gaan even beginnen gewoon bij opdracht 1. Voordat we allemaal negatieve reacties gaan open. We gaan ook wel wat positieve dingen bespreken hoor. Ja, dat gaan we nu eerst doen en daarna komt het negatieve gedeelte. Ja. Dus het eerste half uur. Het eerste. Giovanni, bereid je voor. Het eerste half uur is positief en het tweede half uur is negatief. Een half uur? Nee, dat kan ook helemaal niet. Want we gaan zijn maar 5 minuten positief en de rest is negatief. In deze podcast gaan we 1 deel vandaag en het andere deel volgende week. Dus zeg maar nadering. Ja. Maar misschien doet dan Giovanni bijvoorbeeld niet mee. Nee. Maar dat weet ik nog niet, Giovanni. Want Arjan die wil misschien ook nog iets kwijt, snap je? Dat doen we. Ja. Dus, maar misschien kunnen we met z'n 5 doen. Wie weet. Ja, of jij gaat gewoon weg. Of ik ga gewoon weg. Wie edit hem dan? Jij, Kim? Prima. Heb je daar tijd voor? Nee. Wie heeft er nou tijd? Nee. Wat is dat? Opdracht 1. We hebben vol vakantie. Hebben we alweer vakantie, echt? Molvakantie. Oh, 7 maanden rust. Zeven maanden lang, heerlijk. Goed, laten we even bij de aflevering blijven, want we schieten een beetje weg. De mensen die denken, nou, we klikken maar weer weg, want er gebeurt toch niks. Opdracht 1. Wat was opdracht 1 ook alweer, jongens? Ik ben het gewoon vergeten. Dat was die tv-uitzending. Ja. Met de kaktussen. Oh ja, tv, nieuws, weerbericht. Nou, ik had dus in mijn aantekeningen heel leuk opgeschreven... De mol heeft het meeste baat bij om in de auto te zitten. Ja. Omdat daar €1500 verdiend kon worden. 1500. En Comfort, die ging het weerbericht doen. En die kon €500 verdienen. Meer. 2000. Meer? Echt. Ze kon 2000 verdienen. Oh, ja, dan weer de mol daar. 1500. Want ze kon met die eerste dat ze raadt waar ze was... kon ze €500 verdienen. En met 3 woorden per woord €500. Dus 1500. 2000 is dat. Ja, dan wel 2000. Oh, oké. Okay. Ja. Dan is dat wel logischer.
Ik dacht al, ik vond het wel weer een beetje raar. Maar ze begonnen dus in die truck. En Dinant, wat vond jij verdacht? Ja. wat zou nu nou verdacht zijn? Eigenlijk alles. Is Toos verdacht? Is Lancelot verdacht? We gewoon allemaal waren zo. Even. In de auto, bij het weergericht, overal. Tim, we moeten het even hebben op de manier hoe Lancelot zijn shots heeft gemaakt. Want ik weet niet of jij een keertje op locatie hebt gefilmd. Maar ja, ik zet geen camera op de bovenkant van een auto, hoor. Nee, tuurlijk niet. Wat was er allemaal. Het is toch ook raar. Ja, maar ik vond sowieso, ik vond deze opdracht een soort van weerwar en door, zeg maar. Ja. Zo kwam het een beetje voor mij over. Het was gewoon van, doe iets of zo. Ja, doe maar gewoon iets. Zoiets. Doe iets. Ja. Weet je, het komt alleen maar op tv, maar voor de rest. Die vrouw was ook echt pissig, hè? Die weervrouw. Ja, gelijk heeft ze. Okay. Maar Kommie heeft veel te makkelijk gemold. Ze heeft niet eens echt wat gemold, want al had een Toos daar gestaan, had hij precies hetzelfde gedaan. Klopt, gewoon een beetje buiten de tijd doorlullen. Ja. Ja. Wat vond jij van Kommie, Giovanni, in deze opdracht? Ik vond dat, zeg maar, als je al zegt, gewoon met het begin toen ze dus €500 eigenlijk al kon verdienen door te raden op welke plek ze was. Ja, het is perfect voor haar om natuurlijk dan gewoon net buiten de tijd te zeggen, de Mount Everest. Terwijl het eigenlijk best wel snel simpel was waar ze zou zijn. Ja, het is heel logisch. Het is gewoon ijskoud. Het is hoog. Hoogste berg. Het duurde ook wel even totdat ze zei van, ben ik op de hoogste berg? Ja. Toen ging ze op plingetje. Toen duurde het echt maar nog 10 seconden voordat ze eigenlijk zei, ja, de Mount Everest. Maar dan leg je eigenlijk best wel snel de link naar elkaar toe. Ja. Lijkt mij. Ja. En dan toch net buiten de tijd zeggen ze dan het juiste antwoord. Dan komen ze weer niet verdacht over, maar toch wel weer wel, snap je? Ja. En weet je, Lancelot daarentegen, die geeft elke keer de verkeerde afslag door. En die doet maar een beetje mee met wat Toos zegt. Blijkbaar is hij echt zo klungelig. Ja, heel knap. Maar wellicht wist hij al dat Toos op hem zat. En hij wou op Kommie. Slim. Heel slim. Dat hij nog even Toos in de gaten ging houden. Ja, of jij zich nog verdachter ging maken bij Toos. Oh, zo. Ja. Nou, slim. Slim. Maar dus ook bij ons. We hebben al meer aan Giovanni dan aan Dinant. Nee, grapje. Oh, dat is echt heel sneu. Nee hoor, Dinant. Oh, Dinant gaat. Hij moet misschien weer eten van zijn moeder. Blijf nog vooruit. Sorry, dankjewel, Dinant. Tim. Sorry, Dinant. Wil jij nog wat zeggen, Dinant? Nou, ik kom zo wel weer. Oh, oké. Okay. Of twee, denk ik. Oké, okay, ik wacht wel. Oh, ik hoor hier een heftig drama iets opkomen, ja, zo meteen. Drama. Steeds. Binnenland gaat zich voor het eerst uitspreken. Oei. Oeh. Voor het eerst sinds 8 afleveringen. Sinds dat Arjan en ik erbij komen. Precies. Voordat wij het samen deden. Maar goed. Dat was trouwens ook best cringe. Maar opdracht 2. Terugluisteren. Ja. Trouwens, vonden jullie even nog terug naar het begin van de aflevering. Dat er veel toast shots waren. Ja. Nee. Dus heel veel brood. Er werd weer brood in de rooster gedaan. Er werd maar weer die doen ze al het hele seizoen door. Ja, ja, daarom. Dus ik vond dat gewoon weer een verdacht puntje naar Toos. Ja. Maar Toos is het niet. Nee. Ik had Toos sowieso eigenlijk wel vanaf het begin al afgestreept. Je gaat wel niet als mol zijn de 1 aflevering al helemaal missen. Nee, slim. Slim als Toos was echt de fanatieke kandidaat. Dus je kan hem echt vergelijken met Billy Vedder toen in Nederland. Iedereen wist dat hij gewoon niet de mol was, want hij was zo fanatiek. Ja. Maar Billy heb ik nooit verdacht. Nee, daarom. Maar Toos wel. En dat hangt ook met Toos. Ja, oké. Okay. Op een gegeven moment. We gaan even door naar aflevering 2. Opdracht 2. Aflevering 2, jongens. Giovanni, weet jij nog waar de opdracht over ging? Ja, ja, ze moesten langs kamers of zo. En dan was daar een aanwijzing naar de volgende kamer. En
een vraag over de test. Met het antwoord erbij. Ja, ja. Nou ja, het was in ieder geval een hele vette opdracht, vond ik. Het gebouw, achtergrond van het gebouw, super ziek. Super. Het is echt wel weer een mooie finale opdracht, vond ik. Ja, je kwam toch eigenlijk wel bij verschillende culturen gewoon. Eigenlijk gewoon, ja, verschillende landgebieden. Ja. Dus ze gingen eerst naar het tropisch regenwoud. En daarna gingen ze naar de oceaan. Oceaan, ja. Waar gingen ze toen heen? Naar de long. Naar de long. Ja, wat is een moeras, toch? Eerst waren ze nog in een soort moeras, ja. Ja, en een moerasachtig iets. En daarna gingen ze naar de long, inderdaad, ja. Nou, wat mij heel erg opviel is dat Lancelot bij de long niet op de paal de sleutel ziet. Maar Toos wel. Maar ja. Lancelot was daar een en al aan het klingelen. Ook in die boot. Ja, nou precies, tijdrekken. Maar toen zat ik dus na de finale te kijken. Toen dacht ik, ja, Comfort is natuurlijk de mol. Want Comfort die vindt die paal toch ook niet. Die heeft die sleutel toch ook niet gevonden. Dat is ook verdacht. Maar Comfort heeft wel die deur gevonden. Dat ze die deur open moesten houden. Waarom zou je dat doen? Als je weet van, oh, Lancelot heeft best wel gestruggeld. Er is een kleine kans. Er is een grote kans dat we niet zo heel veel tijd meer hebben. Als we nu gewoon de hele tijd gaan struggelen. En dan niet die deur openmaken. Komen we niet bij die sleutel. Verdienen we geen 4000 euro. Maar toch deed ze die deur open. En dat vind ik gewoon zo apart aan haar. Nou, dan kan Lancelot nog even mollen. Maar kijk, maar Lancelot was niet de mol. We moeten even bij Commie blijven. Ja, dat weet ik. Maar dan Commie dacht gewoon daar van, goh, ik doe die deur open. Dan kan Lancelot naar die paal lopen. Dan kan Lancelot die sleutel niet zien, waardoor Toos het vindt. Dan komt het over bij de kijkers dat Comfort heel erg kandidaat aan het doen is. Maar dat dan Toos ineens ook kandidaat is. En dan is Lancelot de mol voor de kijkers. Maar waarom zou je in de finale allerlaatste opdracht jezelf nog niet verdacht willen maken? Ja, weet ik veel. Dit is het punt waar we gewoon schijt kunnen hebben. En ja. Dinant heeft het volgens mij ook al wel gewoon geappt van, ik had echt een leuke finale molactie verwacht. Ja. Misschien was die er wel. Ja. Maar hij was er niet. Nee, maar wij hebben het niet kunnen zien. Dat is het meer. Ja, ja, precies. Dus ik hoop dat we het zondag ook zien. Zij was natuurlijk ook degene die toch de envelop had geopend met de hint erbij. En dan, zou het dan niet te gevaarlijk zijn voor haar om nog gewoon, ja, eigenlijk in plaats van 4000 euro te verdienen, min 1000 te verdienen. Qua wat ze verdacht wordt. Maar niemand weet dat ze dat ding opengemaakt heeft. Nee, maar ik denk zondag dan wel. Ja, de... Of Toos heeft het gedaan. Nee, want het stond in het film. In volgende week konden we het al zien. Ja. Zeg maar, tijdens die opdracht zag ik bij Commie ook een best wel een lap tekst staan, gewoon. In plaats van wat je, ja, eigenlijk zag wat. Je zag van sommigen, zag je de zijkant een beetje, kon je wel kijken hoe lang de tekst was. En bij Commie zag je een veel langere tekst dan bij de rest. Ja, dat heb ik ook gezien. Oh ja, ja. Sowieso die aanwijzingen. Ik zat te kijken bij die aanwijzingen. Ik dacht, ja, dit begint wel erg op Commie te lijken. Maar toen heb ik erachter geschreven. Maar ik blijf toch bij Lancelot. Nou, dat vond ik zeg maar nog. Ik zat te twijfelen op een gegeven moment. Want ik dacht, ja, als mol zijn, je gaat niet 6 van de 20 vragen goed hebben in de test. Want je kwam dus zeg maar dat de slechtste de 6 vragen goed had, de mol. Ja. Dus dat zou betekenen dat het zou een hele groot risico zijn voor Comfort dan om toch rood te pakken. Ja, wellicht weet je natuurlijk wel de antwoorden van de babyfoto's, maar het zou misschien te veel opvallen als niemand je helpt dat je het toch wel goed hebt. Ja, ik snap wat je bedoelt. Of gewoon geluk hebben met gokken. Ja, gewoon niks aan jezelf. Gewoon niks op jezelf invullen. Dinant, wil jij nog even iets vertellen? Ik vond in die laatste opdracht vond ik wel 5000 euro. De mol die gaat natuurlijk sowieso een aanwijzing openen. Dus dan heb je 4000 euro voor die grote opdracht. Wel weinig eigenlijk. Weinig? Ja. Ik vind dat echt best. Ja, oké, voor die opdracht. Maar ik vind 4000 euro. Als je dat als mol in de pot brengt. Ja, dat is ook veel. Is dat wel veel? De uitgang heeft gewonnen. Want zoals Kim net zei, die deur. Ja.
Waarom zou dat doen? Dat heeft gewoon 4000 euro in de pot opgeleverd, zeg maar. Ja. Ja, ja. Maar ja, goed. Die 4000 euro had ze makkelijk kunnen laten liggen. Ik denk dat het nu tijd is voor de finale. Dinant en Kim, zijn jullie een stelletje geworden? Nee. Dat was niet de finale, sorry. Jongens, we moeten het toch. Ben jij en Nicky toch? Nee. Ja. Nee, een banaantje. Kijk, Dinant die vindt hem ook leuk, dus dit klopt helemaal. Een banaantje. Een banaantje, precies, banaantje. We gaan het even hebben, want daar moeten we het toch even echt over hebben. Over dat de mol een groot scherm heeft gehad. Ach, ik wil het er niet over. Ik vind het echt verschrikkelijk, het slaat nergens op. Want even, hoe kan de mol een groot scherm krijgen? Ze hebben verschijning en dan van de mol zijn. Ja, de school van de mol is ermee geweld. Maar weet je wat ik ook heel vervelend vind? Er zijn nergens op heel internet niet de exacte spelregels van de Mol België te vinden. Klopt. Dus dat vind ik ook heel erg jammer, zeg maar. Ik heb Giel een DM gestuurd of je dat wil doen. Echt? Ja. Ik ben benieuwd of hij het... Oh ja, in je video zei je dat. In je video, ja. Ja. Heeft hij het... Maar hij had het niet gelezen nog. Nog niet, maar nee. Ik heb hem laatst pas gestuurd, dus snap ik ook nog wel. Wie weet gaat hij reageren. Ja. Dat zou wat zijn. Zal ik even uitleggen waarom het rode scherm wel en niet kan? Voor de mensen die mijn video hebben gezien. Hebben het vast gezien. Dus ik denk jullie ze allemaal sowieso. Vertel. Laten we even positief beginnen. Hè. We kunnen niet het hele spel afkraken. Want voor de rest is het wel gewoon echt een goed en leuk programma. Daar kunnen we niet omheen. Het is misschien niet het leukste jaar geweest. Maar waarom zou het rode scherm wel kunnen? Nou ja, ze moeten natuurlijk een beetje interessant blijven, nieuw zijn, nieuwe dingen verzinnen. En officieel is de regel, de mol kan nooit naar huis. Dat betekent dus niet dat de mol geen rood scherm kan krijgen. Dus daar zijn voor de rest geen regels over. En het is natuurlijk, er was een opdracht aan verbonden. De mol kon geld verdienen of verliezen, want er was min geld kon je winnen, om het zo maar even te zeggen. Ja, winnen is het natuurlijk niet echt. Dus dat is natuurlijk echt perfect voor de mol. Dus dat is wel een plekje waar je graag wil zitten. Waarom kan het niet? De mol, zeg maar, de mol zit in het spel om de pot zo laag mogelijk te houden en niet ontmaskerd te worden. Dat betekent dus niet sjoemelen met de testuitslagen. Want Sjoel heeft ook nog gezegd van, ja, er komt een test met een waarmee je terug in de tijd kan gaan en dan kan je dus je testvragen opnieuw maken. Dus je kan dus de test wat slechter maken dan normaal. Dat is dus ook precies wat Leila heeft gedaan. Maar Kommy heeft haar eigenlijk een beetje de soort van de mogelijkheid om terug in het spel te komen of überhaupt haar test goed te maken afgenomen. Want op het moment dat Shield het heeft gezegd, wist Kommy al van oké, maar ik ga in die auto zitten. En daardoor was eigenlijk Leila had geen schijn van kans meer. Misschien al had Kommy niet in die auto gezeten, had Leila misschien wel gewoon de finale gehaald. En dat is vooral waar ik heel erg over zit van, ja, Leila is eigenlijk gewoon de tijgers gevoerd, om het zo maar even te zeggen. Ja, eigenlijk een soort van slachtoffer van het programma. Ja, ja, Leila had eigenlijk nooit de kans meer om in de finale te komen. Nee. Echt nooit. En dat vind ik vooral het gemeen, dat de mol hoeft, moet alleen niet ontmaskerd worden. En de mol kan ook gewoon random antwoorden invullen op de test, want dat is alleen even voor de shotjes en voor de biechten een beetje. Maar die uitslag wordt eigenlijk nooit meegeteld. En nu opeens wel. En dat is vooral het frustrerende, want dat betekent dat officieel alle testen van de mol mee moeten tellen. Wat betekent dat de mol dus ook gewoon een keertje random kan afvallen. Maar dat kan niet, want de mol blijft altijd in het spel. Ja. Ja, ze hadden het anders moeten aanpakken. Precies. Ze hadden niet zomaar dat moeten zeggen en ervoor eigenlijk... Ja, weet je, ze zeggen ook altijd bij de mol België, er zitten overal risico's in en dan is dat dan je eigen schuld als je dat risico inneemt. Ja. Wat ik ook vooral vervelend vond is, Kommy was helemaal niet verdacht op het moment. Ik heb toen nog gezegd, misschien moeten we haar een beetje in de gaten gaan houden. Dat zei ik ook over Leila. Maar bij de
kandidaten was ze niet verdacht. Bij de kijkers was ze niet verdacht. Dus ze had echt geen reden om dat te doen. En ja, rood scherm betekent gewoon je gaat naar huis of je bent niet de mol. En dat is echt gewoon het gemene. Ja. Later heeft Chiu ook nog getweet van een rood scherm betekent niet dat je geen mol bent. Dus hij moest het al een beetje goed praten nadat het scherm online kwam. Mm-hmm. En dat heeft hij in de finale ook nog een paar keer, voor de finale heeft hij dat ook nog een paar keer gedaan. Ja, ja, dus eigenlijk zijn ze al, want er was, er gaat nu echt een hele grote discussie rond. En die zijn ze al van tevoren goed moeten praten. En als je iets goed moet praten, dan weet je vaak al wel dat je in het fout zit. Ja. Iemand nog iets toe te voegen? Wil Giovanni daar nog op reageren? Ja, kijk, weet je, ik snap jullie punt gewoon wel, zeg maar. Want het is voor ons natuurlijk als Nederlands normaal, gewoon hier in Nederland zouden niet de mollen snel een rood scherm krijgen. En ja, dit was zeg maar mijn eerste seizoen dat ik van België keek. Alleen, ik heb wel wat meegekregen van vorig seizoen dat het ook heel ingewikkeld was met de mol of zo. De mol viel toen ook af. Ja. Nou ja, die stapte vrijwillig op. Die ging vrijwillig weg. Maar die heeft nooit een rood scherm gekregen. Maar dat seizoen had 3 mollen toch uiteindelijk gehad? Nee, 2. Dat 2. Ja, zeg maar, 1 iemand ging in aflevering 4 naar huis en toen is er een nieuwe mol gekomen. Maar ze hebben toen nooit een test gedaan omdat hij naar huis is gegaan. Dus toen heeft de mol ook geen rood scherm gehad. En vandaar. Ja, nu maar is er wel een keer. Er is ook een theorie dat dat in Nederland ook een keer is gebeurd. Nee, in Duitsland is het een keer gebeurd. Ja, maar nee, ik bedoel over dat de mol een rood scherm heeft gekregen in Nederland. Mm. Maar dat hij eigenlijk omgeswitcht is van kandidaat naar mol, zeg maar. Dat er iemand, dat er ergens in seizoen 6, 5 of zo. Dat moeten we terug gaan zoeken. Ja, want daar had Max ook laatst iets over gevraagd via de Telegraaf. Maar in Duitsland is het dus al wel een keertje gebeurd dat de mol een rood scherm heeft gekregen. Maar elk land heeft andere regels. Zo hebben wij in Nederland hebben de regel, je mag je vrijstelling en joker inzetten wanneer je dat wil. En bij België moet je er meteen dezelfde aflevering inzetten. Dus de regels qua andere landen vind ik ook niet dat we daarnaar kunnen kijken, want het is elk land weer anders. Ja. Maar ja. Wij daarom. Er komt bij iemand politie. Ja, dat is voor mij. Tuurlijk, kom je. Jou. Ze komen je halen, Gio. Shit, alweer. Nee, maar ik vind het zeg maar lastig om te zeggen, omdat de spelregels zijn niet bekend. Zeg maar, is nooit echt gezegd helemaal België dat de mol geen rood scherm kan krijgen. Alleen dat hij niet kan afvallen. Nee, kijk. Hier in Nederland zijn we natuurlijk gewoon gewend, de mol krijgt geen rood scherm. De mol blijft sowieso in het spel. En wat ik vooral online heb, gewoon op Twitter heb gezien of zo, dat de meeste Nederlanders die kijken, die vinden het een groot probleem. En de meeste Belgen zijn er wel redelijk normaal over. Ja. Die zien de problemen niet zo van in. En maar de meeste Nederlanders hebben het denk ik ook fout gehad. Ja, en ik denk dat dat puur komt omdat wij gewoon gewend zijn van de mol krijgt nooit rood. Nee, precies. Kijk, weet je, ik zei na die aflevering hier, nou, weet je, Laila is niet de mol. Ja, Comfort is ook niet de mol nu. Klaar. Maar ik denk dat het met die spelregels. Nederland is natuurlijk Nederland en België is België. België is natuurlijk de oorsprong van het programma. Dus ik denk dat die hun eigen spelregels kunnen overtreden in hoeverre zij dat willen. Ik denk dat je in Nederland een soort van grens hebt. Dat jij niet, dat je als programmamaker van IDTV, zeg maar. De makers van Wie is de Mol Nederland, dat zij niet over heel veel grenzen kunnen gaan dan in België wel kan, qua spelvorming. Ja. Omdat je een beetje bij origineel moet blijven. Precies. In Nederland proberen ze dat op andere manieren op te lossen. Zoals vorig seizoen ineens bijna elke test anders. Maar weet je, dat soort dingen. Het is lastig. Dat is het zeker. Ik denk ook wel dat, zeg maar, dat Commie het met een reden heeft gedaan. Want de groep was sowieso best wel gewoon apart. Want weet je, dit was een seizoen die niet voor vrijstellingen ging of voor pasvragen.
Ja. Dus de kans dat er geld uit de pot werd gehaald omdat iemand voor een vrijstelling ging of voor een pasvraag, was natuurlijk al heel klein. En er zat op dat moment dat er wel wat geld, redelijk wat geld in de pot. En het is natuurlijk een mooi moment voor de model om geld uit de pot te spelen door zo'n opdracht. Klopt, ze kan daar heel veel geld uit de pot halen. En ik denk dat de makers een beetje zitten te hinten op het DeLorean. Ik denk dat dat een tip is dit seizoen. Dat die DeLorean, Back to the Future, vorig seizoen ging de mol in die aflevering naar huis. En dan komt hij nu weer terug. En dan is dat dus eigenlijk comfort die Back to the Future gaat, zeg maar. Maar eigenlijk hebben de makers van dit seizoen een beetje zelf ervoor gekozen dat troeven in dit seizoen gewoon een risico betekenen. Dat kwam door aflevering 1 en daardoor heeft nooit meer iemand een vrijstelling of een pasvraag durven te pakken. Klopt. Het is daarna ook niet meer gepakt. We hebben 1 vrijstelling gezien en that's it. Dus de makers hebben het eigenlijk ook wel een beetje zelf gedaan door die eerste opdracht. En daarom is er dus ook niet dat soort dingen gepakt. Ik denk nu ook wel dat er een soort switch komt, zeg maar. Dat je volgend seizoen ga je namelijk weer nieuwe kandidaten krijgen. Maar dat die kandidaten even terug gaan denken aan dit seizoen. Ja. Dat denk ik dat ze dat steeds meer gaan doen nu. Omdat er hele grote risico's ineens aan zitten. Kijk maar naar Leila. Naar dat risico. Mm-hmm. Leila valt af door eigenlijk de mol. Ja, het is eigenlijk wel heel lullig hoe dat gegaan is. En vooral omdat Jill zei van, je kan je test gewoon op 1 persoon invullen, want je krijgt gewoon een tweede kans. Daarom. Er is kans op een tweede kans. Ja, maar het is dan, zeg maar, het was dan al eigenlijk gelijk bekend dat Leila zou afvallen. En het is niet heel eerlijk gegaan. Net zoals wat ik net zei. Ja, daar ben ik het wel volkomen mee eens eigenlijk, want de echte kandidaat die ze afvallen heeft dus nooit kans gehad voor een tweede kans. Of de test haar score te verbeteren. Nee, en daarom vind ik het wel heel knap dat Lanslot toch comfort door heeft gehad. Ja, hoe dan? Waar ik vooral over struikel is, Shield belooft iets aan de kandidaten. Ja. Alleen dit wordt weggenomen door de mol. En dat kan gewoon niet. Het is eigenlijk als het een pasvraag is, prima. Maar een eliminatie is echt wel wat groter. Het is eigenlijk gewoon een soort ontnemen van iemand. Een soort van recht. Een soort finale ticket misschien dus nog. Ja. Wie weet dat Leila wel gewoon comfort door. Ja, daarom. Wie weet. Wacht, we komen toch altijd ook te weten de testresultaten? Ja. Ben ik heel benieuwd waar Leila op zat in aflevering 3. Ja. Stiekem hoop ik toch gewoon iets van een dat ze gewoon op een Lanslot of op een Thomas zat. Dan is ze gewoon wel echt gewoon fout weggegaan. Ja, logisch. Ik kwam er trouwens ook nog achter, hè. Er was zo'n theorie gaande op Twitter, gewoon heel klein of zo, ik kwam dat toevallig tegen. Dat Leila de mol was en dat Comfort in plaats van Leila de mol werd. Omdat Leila het ook niet aankon in aflevering 4. Wat? Dus dat zeg maar, hoe heet het? Comfort werd zeg maar de nieuwe mol. Die werd mol gemaakt in de DeLorean. En toen ging Leila ging naar huis, omdat zij het allemaal niet aankon. Zodat de makers er meteen een hele mooie twist van konden maken. Zoiets. Nou, lastig. Dan heb je heel veel creativiteit om dat te denken. Maar we hebben toch in het eindstukje gezien al zo'n stuk van het begin. Want Leila zat er nog in toen die lamp zou vallen. En daar was eigenlijk al met de reactie bekend dat het comfort was. Ja. Maar ja, helaas. Ja, comfort was ook best wel verdacht. Weet je, ze valt van dat touw af. Ja, dat vond ik om het geld te pakken. Overdreven. Was een heel overdreven shot, zei ik nog tegen Dinant. Comfort's enige naam was helemaal voluit geschreven in de bekendmaking van de kandidaat in Café de Mol. Ik dacht er ook tot met aflevering 4 tot het rode onderscherm. Ja, comfort was mijn schot voor de boegbol. Ja, ook van mij. Gewoon bij die bekendmaking hadden we het al goed. Dat toch. Ik had gezegd, het is niet Connie. En daar ben ik blij dat gewoon klopt. Ik heb gewoon elk seizoen van de Mol België goed gehad. Tot dusver. Ja, dan ga ik ineens meedoen aan je podcast, Tim. En dan gaat Kim ons overhalen.
En weet je wat ook echt naaiend is? Dit hele jaar, dit hele moljaar, zit ik op de winnaar. Jongens. Arjan ook, hè? En Arjan ook. Ook Arjan heeft het goed gedaan voor dit jaar. Ja, ja. Ja. Jurre. Ach, Jurre. Jurre. Kijk, hij staat er nog, de telefoon. Oh. Never mind. Echt, jongens, toch? Ja, maar heeft iemand nog iets toe te voegen? Ik ben met glowsticks aan het spelen. Oh. Interessant. Lekker mollerig, jongens. Lekker mollerig. Nee, maar... Ik dacht nog dat ik de mol aan de lijn had op vakantie, maar... Niet? Nee, ik dacht dat ik spreek met Lancelot met door die rode telefoon, maar... Helaas. Die foto had ik nog gestuurd naar jullie. Oh ja, dat je aan de telefoon zat, ja. Ik error. Ja, ik... Huh? Ja, dit jaar mijn belletje klopte niet. Nee. Die van mij ook niet. We houden volgend jaar. Dit moeten we in Nederland wel naar Kim luisteren. Maar in België moeten we naar ons luisteren. Ik had Lennart had ik ook. Ja. En Philip heb ik goed gehad. En Uma heb ik weer goed gehad. Uma heb ik goed gehad vanaf het begin. We zitten altijd samen wel ergens goed. Ja. Hoe kan je Uma vanaf het begin goed hebben? Uma was in het begin nog niet de mol. Nee, maar daarna wel. Oh, ja, tuurlijk, Dinant. Weet je, Dinant. Je gaat gewoon in aflevering 1 op Uma zitten. En in de finale is het ook. Ja. Terwijl het eigenlijk Philippe is. Ja. Nee hoor. Ja. In ieder geval, we gaan volgende week... gaan wij eventjes de reunie bespreken. In een korte 20 minuten, hoop ik. Tenzij Arjan heel erg lang doorpraat. Ja, ik denk dat het wel wat langer wordt. Dus mensen, als je deze podcast nog steeds aan het luisteren bent, je kan ook doorspoelen. Nou, dan wil ik in ieder geval Giovanni heel erg bedanken voor het hierbij zijn. Geen probleem. Wie weet. Volgende week weer. Volgende week. Maar voor de luisteraars zometeen ben je er nog een keer. Lekker ingewikkeld allemaal. En Kim en Dina natuurlijk ook weer bedankt. Gezellig. En dan switchen we nu naar de volgende aflevering. Een soort van. Ja. Moet je even in je handen klappen. En dan gaan we... 2 keer. Wacht, 3, 2, 1. Oké. Nu is de vraag of het ook echt heeft gewerkt. Nee hoor. Editor Tim, shout-out aan jou, hè. Shout-out aan jou. Ik hou van je. Ze doet een shout-out naar zichzelf. Ik hou van je. Ik hou van je. Nee, welkom allemaal hier bij de luisteraars. Welkom luisteraars in dezelfde podcast. Als je tot hier bent beland, dan wil ik je feliciteren. Want dan ben jij of u een van de weinigen. Nee hoor. Leuk dat jij weer luistert. Dus, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, Dinant, Kim en Gio. Hallo. Hoi. En ik wil iedereen natuurlijk weten, waar is Arjan? Arjan, die is er niet. Dat is vorige keer er ook niet. Nee, nog steeds niet, helaas. We hebben de reunieaflevering gezien, toch jongens? Wat vonden we ervan? Dinant? Ik vond het leuk om de molacties te zien, alleen vond ik het wel anders geëdit dan vorige jaren. Ja, ja. Ik vond het een beetje snel allemaal. Ja. Beetje wat minder. En Gio, jij? Want jij bent natuurlijk helemaal fan van de comforttunnel. Ik was heel fan van de comforttunnel, ja. Maar, was? Nog steeds hoor. Mm. Maar het is niet alsof ik zeg van wauw, je hebt heel veel lef gehad. Nee. En Kim? Ja, nou, vorige aflevering was ik niet heel enthousiast. En ik hoopte dat ik nu wat enthousiaster zou zijn. Dat we toch nog iets hadden gezien van, oh, ze heeft echt iets heel goeds gedaan. Maar nee, het viel me echt allemaal heel, heel zwaar tegen. En volgens mij waren er ook maar 1 of 2 dingetjes per aflevering. Nou ja, een mol moet natuurlijk wel ietsjes meer doen. En ze heeft ook, dat zie je in die video's,
zoveel geluk gehad met de kandidaten. Ze heeft zo weinig zelf moeten doen. En daar baal ik van. Want dat is jammer. Is hoe je de mol eigenlijk speelt, vind ik. Lancelot was de mol, toch? Ja. Die heeft meer gemol dan Commie. Klopt. Maar ja, weet je, als jij zelf... Stel jij zou comfort zijn. Zou ik alsnog meer geld... Ze heeft heel veel kansen gehad om te kunnen mollen. Dus doe het dan ook. Dan is de pot nog lager. Maar doe omdat de anderen voor haar gingen mollen, heeft ze het een beetje gedaan. Oh, nou ja, weet je, dan laat ik het wel liggen. Ja, een beetje laks. Een beetje van, oh, poeie, het lukt ook gewoon zo. Precies. En dat vind ik echt heel jammer. En dan krijgen ze daarna nog het voordeel dat ze het rood scherm krijgt, waardoor half Vlaanderen en Nederland niet meer denkt dat ze de mol is. Ja. Waaronder de kandidaten ook. Dus één moment geweest wanneer ik echt zat van, eindelijk, goed bezig. En dat was dat ze die kaartjes moest omdraaien. Ja. En dat ze toen doorflipte 2000. Oh, dat is 100 euro. Dat is echt een mol moment. Daar neem je een risico. Dus dat was eigenlijk het enigste stukje waar ik zat. Lekker bezig. Ja. Helemaal mee eens. Maar dat was het ook wel. Ja. In aflevering 1 viel ze natuurlijk van dat koord af. Ja. Heel dramatisch. Heel dramatisch. Vonden we toen ook al te overdreven misschien een beetje. Dat hadden we dus ook goed, hè jongens? Jee, heb je iets goed? En voor de rest, ja, eigenlijk allemaal geluk, zoals Kim ook zegt. Ja. Behalve dan in de bunker. Want als ik de mol zou zijn, in de bunker zeg maar, waar Lieselot en Lancelot niet voor de pasvragen gingen pakken, dan zou ik als mol Lieselot of Lancelot willen zijn. Dan zou ik niet denken, ik ga mee naar beneden. Dan zou ik Lieselot of Lancelot zijn in die opdracht. Ondanks dat het nog fout kan gaan. Ik snapte haar denkwijze ook wel. Want ze zei, elke kandidaat zou voor een pasvraag pakken. Vooral op, rond aflevering 5 of zo was het, toch? 4 was het. 4, want Leila zat er nog in. Ja. Dus ik snap wel dat ze dat denkt. Maar ja, dat is wel de plek of je beslist of er wel geen geld verdient. Dus... Ik snap ook jouw argument. Beetje dubbel. Ja, lastig. Wil je Giovanni daarop reageren? Ja, ik zou daar ook gewoon eigenlijk bij de tweetal willen zijn. Ook al is met Lieselot. Je hoeft die pasvraag alleen maar op te pakken en de bom gaat af. Ja, dat zei Lieselot. Daarna kan je weer terugleggen. Ja, dat zei Lieselot ook. Ze zegt van, zullen we ze even oppakken? Ja, als mol zijn, als je daar beneden staat, had je er heel mooi op kunnen inspelen. Ja. Even oppakken, kijken hoe het voelt, weer terugleggen. Ja, oh, 5000 euro dan. Lastig. Ja, ja. Dinan, vind je het jammer dat Comfort toch uiteindelijk toch echt de mol is? Ja. Ja, er hadden veel betere acties kunnen zijn, denk ik. Ik denk dat ze dit seizoen een beetje... een paar keuzes hebben moeten maken die uiteindelijk toch niet zo goed bleken te zijn, denk ik. Ja. Van, goh, de twist met de bekende de bekende Belg, moet ik maar even zo te zeggen. BV'er. De BV'er, inderdaad. Ja. Wat moet je, weet je, aflevering 1 en licht eruit, dat was de grote twist. Snap je? Dat is toch een beetje teleurstellend, zeg maar, om dat dan de grote twist te noemen. Dat de makers iets anders mee kunnen doen. Bijvoorbeeld de bekende Vlaming die meedoet, die heeft een andere rol of zo. Dat was iets beters geweest. Weet ik veel, een soort mol in aflevering 1 of zo. Dat je dat in de finale hoort, dan denk je, goh, het was toch eigenlijk best wel een leukere twist. Mm-hmm. Maar ja. Ja. Ja, wat kunnen we nog meer bespreken? Hints. Nee, ik had net iets, maar toen ging jij weer praten en toen was ik het weer kwijt. Goed, hè? Oh. Ja, het is niet echt het geweldige, het beste seizoen. Er zijn niet veel spectaculaire dingen gedaan. Nee. Op de plek na, de plek was echt heel gaaf. Je had daar heel veel gaaf dingen kunnen doen. Ja. Daarom was ik wel blij met die cowboy aflevering. Ja, zeker. Dat is echt wat je van Arizona denkt. Zeker. Dus... ze hadden daar veel meer op moeten inspelen, op het land, op dat soort dingetjes. Maar niet elk jaar kan een topjaar zijn. Dus we kunnen gewoon eigenlijk alleen maar hopen dat volgend jaar beter is, denk ik.
Ja, sowieso. Volgend jaar wordt veel beter, weet je. Want dan hebben we allebei de mollen weer goed. Precies, dan gaan we gewoon de mol ontmaskeren. Dan hebben we ze gewoon allebei goed. Dan hebben we ze niet allebei fout, maar hebben ze gewoon allebei goed. Maar... Ik had er eentje goed. Ja, Kim. Oh. Jij wel. Jij wel. Ik ook. Maar die van jou telt niet. Nee. Van mij telt wel. Ja, nee, die van jou telt niet. Ja. Dit is de eerste seizoen, dit is beginnersgeluk. Ja, dat is ook wel weer zo. Maar ik zei in het begin ook dat het comfort was. Ja, tot het rode scherm. Tot het rode scherm. Verschrikkelijk. Maar even over dat rode scherm. We kregen dus te horen dat er een marge was. Zeg maar. Dat het toch een beetje eerlijk had kunnen zijn. Wat vinden jullie daarvan? Nog steeds niet eerlijk. Ja, ik vind na die uitleg van Gilles, vind ik het wel heel anders eigenlijk. Want ik vond het ook een beetje een, ja, persoonlijk vond ik het een beetje een slappe uitleg. Van goh, dan hebben ze winstmarge en dan dit en dat. Ja, maar technisch gezien, als je op één persoon wel invult, dan kan je minder dan 6 vragen goed hebben. Klopt, maar andere kandidaten gingen bijvoorbeeld een risico nemen door in te zetten op één kandidaat bijvoorbeeld. Zoals Lancelot heel slim deed door Toos ineens uit beeld te kunnen zetten, zeg maar, van zijn radar. Dat heeft hem denk ik toch echt tot de finale geleid. Maar ik vind het vooral heel sneu voor Leila, want Leila die heeft waarschijnlijk dus volgens de trainee... Heeft zij haar test dus ingevuld op Lieselot, dacht ik. Vooral Lieselot. Ja. Omdat ze wist van, goh, we hebben een tweede kans, soort van. Ja, nu zei ze sowieso al wel dat ze sowieso al inging op Lieselot. Maar wat mij vooral opviel is dat 6 uit 20 de marge was. En dat Leila precies 7. Ja. Alsof het... alsof kom je als laatste de test heeft gemaakt. Dat staat er ook. Als je 6 doet, dan komt het goed. Ja, maar kan je daar op de makers vertrouwen? Niet. Dat weet je niet. Je weet niet of dat naderhand is bepaald. Ja, weet je, we doen in plaats van de marge 8, ik zeg maar wat, doen we marge 6. Weet je wel? Ja. Dan hebben ze namelijk... Kijk, weet je, het kan daar ter plekke zijn bedacht van... Goh, Matteo is er al uit. Dat was de leuke twist dit seizoen. Vonden we niet heel sterk. Laten we een rood scherm twist erin gooien. Ja. Dat de mol een rood scherm krijgt, ja. Nou, ik denk dat die twist leuker was geweest als het gewoon een kandidaat was geweest. Klopt. Vanaf beeld gezien qua video en alles... is dat uiteindelijk ook leuker... om te doen. Want een kandidaat die gaat vol voor de winst. Weet je wel. Het is ook leuk om een keertje de mol weer een beetje tegen te zitten. Lastig. Even kijken. We hebben nog hints. Toch? Hints en theorieën. Ik zag eentje en die vond ik eigenlijk best wel sterk. Ik weet niet meer welke dat was. Er waren best wel wat sterke. Zoals die baby's. Die had Arjan gevonden. Baby's die krijzen. Nou ja, krijzen baby's die allemaal worden gezongen elke aflevering. Heb ik echt totaal niet opgelet. Comfort's naam die helemaal voluit geschreven was. Ja, dat was volgens mij mijn eerste post, dacht ik. Ja. Vond ik eigenlijk ook best wel sterk. Maar ja. Wel ook makkelijk. Het ligt een beetje allemaal voor de hand liggend. Ligt het een beetje. En dat verwacht je niet bij de mol. Nee, klopt. Net zoals bij Wie is de Mol. Maar ja, daar zijn we ook te fout in gegaan. Want Jure lacht er ook een beetje te voor de hand. Ja. Maar Wie is de Mol is toch anders dan de Mol? Daarom. Ja, het valt een beetje stil, jongens. Zijn jullie enthousiast? Ineens gaan er 2 camera's uit. Oh jee, daar gaan ze. Wat ik ook wel een mooie hint vond eigenlijk, dat waren de lettertypes van... Hoorden jullie mij weer? Ja. Oké. Okay. Die heb ik echt nergens gezien. Oh ja, die lettertypes, ja. Maar ja, even serieus. Ga
ga je het dan zo ver zoeken? Ja, ik weet niet. In de Mol België is dat wel iets. Ja, ga je echt dat lettertype opzoeken? Hoe vind je dat lettertype überhaupt? Nou, zal ik eens opzoeken? Super. Comfort. Comfort. Font. Op Davond staat hij. Oh ja, Comfort Font. Ja, ja, je had het heel makkelijk kunnen vinden. Oh, als we dit hadden gevonden, Kim. Ja, Kim. Ah, oh, dat was een goede hint geweest. Dat was echt een top hint geweest. Dan hadden we het ook echt geweten. Ik vond wel de hints, normaal in het seizoen van Lennart kon je wel echt heel veel mensen direct al uitsluiten. Hier was dat niet echt. Nee. Trouwens, ja, later kregen we ook nog een paar shots te zien. Nou ja, dat was voor de hints en theorieën van allerlei online dingen en zo. Zoals de mollengroep, Trust Nobody werd genoemd, Arjan werd genoemd van Insta. Ja, wat jij moet niet. Ik ermee? Onze video's van Kim en mij worden dan weer niet genoemd. Oh. En van video. Maar ik zat wel in de TikTok. In de TikTok? Ja, op GoPlay. Ja. Welke TikTok? De TikTok van GoPlay die ik toen door had gezet. Heb je niet gezien? Nee. Ja, jullie chatten zoveel. Nou, kom ik weg. Giel zei helemaal mijn naam en zo. Ja. Oh, maar dat was al eerder, toch? Ja, maar dat zat ik wel in de TikTok. Ja. Dat is leuk. Dat is toch leuk. Ja. Awkward silence. Ja, jullie klinken als chipmunks. Dinant heeft wat. Hoor jou, Dinant heeft wat. Ze had ook nog dat drankje besteld die dan een oud mol met een vliegtuig had gelopen ofzo. Ja, dat was in dat vliegtuig inderdaad. Ik weet niet hoe dat drankje ook weer heet. Ja. Arjan. Arjan. Nee, ja. Leuk. Leuke hint. Hebben we dat ook in de aflevering kunnen zien toen? Kijk, we kunnen niet... Ja, we hebben dat gezien in de aflevering. Nee, dat hebben we niet gezien in de aflevering. Nee. Nee. Kijk, weet je, we hadden het heel makkelijk allemaal kunnen vinden. Eigenlijk wel. Wees eerlijk. Dat lettertype hadden wij heel makkelijk kunnen vinden als wij gewoon even slim waren. Het is heel slim om dit te onthouden voor volgend seizoen. Ja, lettertypes kunnen ook. Nee, dat weet ik. Daarom juist. Ze willen nu denken van, goh, ah, die Dinant, hè, die gaat nu niet meer letten. Die had in de procast gezegd dat ze dat niet meer doen. Dus dan gaan we het nu nog alsnog doen. Ja. Maar wat is er nou aan de hand met de naam van Giel in de krant? Waar een spelfout zat. Weten jullie dat nog? Er was een L weg. Hm? De krant, de Tucson Today of zo. En daarin stond de naam van Giel stond verkeerd gespeld met 1 L in plaats van 2 L'en. 2 keer zelfs. 2 keer. Oh ja. Dat kan je dat? Ja, hoe kan je dan naar comfort wijzen? Even serieus. Dat is gewoon een nep hint. Dat is gewoon een nep hint. Oh ja, en er was ook nog een hint dat ze de hoedje vasthield op die foto. Ja, dat was ook een hele makkelijke. Daar hebben we het in de eerste aflevering van de podcast ook over gehad. Ja. Dat zo opviel, dat zij de enige was die dat deed. Ja. En dat is ook even twaalf. Kijk, aflevering 1 tot met 4. Hey, het is comfort. Hey, het is comfort. Hey, het is comfort. Trouwens. Aflevering 5. Hey, het is Lans. Het is Ruben. Hey, het is Ruben. Daarna, Thomas. Lancelot. Anders gaan we iedereen opnoemen. Ja. Maar goed. Hebben jullie nog iets toe te voegen? Nou, ik kan het gesprek niet heel goed volgen, want jullie klinken als chipmunks. Hoezo? Ja, gewoon, jullie klinken als chipmunks. Hoezo klinken wij als chipmunks? Ja, gewoon, ik hoor dat in mijn oortjes. Oh, nou ja, weet je wat het is? We hebben niet meer zoveel te bespreken. Nee, we hebben eigenlijk alles... Ben er weer! Kim is er weer! Yay! Heb jij nog iets te bespreken, Kim? Ik weet niet wat jullie net allemaal gezegd hebben, ik heb niet geluisterd. Ja, hints en theorieën. Ja. Ik had alleen even die hoed en zo gehoord nog. Ja, die hoed hebben we. Ik heb trouwens net het comfort lettertype gedownload. Het is op zich best een mooi lettertype. Ja, ik vind het wel gaaf. Ik ga hem echt wel voor wat gebruiken. Alleen je hebt geen cijfers, tekens of wat dan ook. Dus dat is wel wat minder.
Oh. Ja. Ja. Waarschijnlijk heeft de mol Belgrit ook gewoon van een Davond gepakt. Ja, want dat had hij had echt laten zien met het rode lijntje zo. Ik gebruik deze website altijd als ik lettertypen wil ik ook. Gebruiken. Ja. Hé, maar jongens. Dat is het einde. Dit is het einde. Ja. Molpauze. Nee, maar geen videopauze. Oh. Nee. Hoezo niet? Ga jij nog video's maken dan? Ik blijf gewoon video's maken hoor. Oh, jij gaat natuurlijk interviews en zo. Ja, dat is wel vet. Ik blijf ook video's maken. Tuurlijk. Maar wel ander soort iets. Pam, pam, pam. De moord. Hé, hey, jongens. Ik heb vrijdagavond, heb ik weer een date. Okay. Oeh. Maar niet dit staat nog steeds in je podcast, hè? Maar niet met Banaantje, maar met iemand anders. Ja. Zo. Heeft te maken met Wie is de Mol seizoen 1 en seizoen 23. Hij gaat weer met Ron Boshart afspreken. Hé, hey, dat mogen ze helemaal niet weten. Dat mogen wij ook niet weten. Maar dat weten we toch. We weten toch. Oh. Nee, maar grapje. Nee, maar ja. Ja, leuk. Nou, jammer. En Tim gaat mensen vermoorden. Hoezo? Want we hebben nu... Ja, wat die ja je moet toch iemand vermoord hebben voor de moord? Oh. Ja, maar ze is in scène gezet, hè, Kim? Nee, er moet echt iemand dood. Wie gaan we vermoorden? Daarom is Arjan er niet. Die nam altijd. Oh. Ik vind het wel triest. Je hebt me door, je hebt me door. Ik heb iets ontmaskerd. En nu is hij er niet. Nee. Oh, erg. Gewoon een oude houder erin knippen. Heb ik het gedaan? Ja. Nee, maar zullen we even het eindstukje gaan doen? Dinant, jij moet nu wel afsluiten met een how do, hè? Om de eer hoog te houden van Arjan. Aan Arjan. Nou, dit was het dan weer. Voor dit seizoen van de Mol België. Volgend jaar zullen we er weer zijn. In een hele andere soort vorm, denk ik. Wel met dezelfde personen, als ze dat nog willen. Giovanni, ook bedankt voor het meedoen. Geen probleem. Wie weet zien we jou volgend jaar ook nog wel ergens verschijnen. Dan wil ik jullie ook bedanken, luisteraars en de kijkers. Ja, kijk even naar jullie. Daar zo. Dat is echt heel eng. Hallo Kim. Hallo. Hallo. Zo. Heel erg af je. Nee, maar bedankt voor het luisteren en het kijken naar de podcast. Dinant, heel erg bedankt voor jouw creatieve input in de podcasten. Ja, Kim, heel erg bedankt voor jouw hele goede analyses in de podcasten. Geen dank. En Gio, bedankt voor de 2 afleveringen die je mee mocht doen, hè. Nou ja, 1 aflevering. Maar ook jij bedankt, hè, Tim, voor de podcast. Ja, en je mag er ook uit. Het mag er ook uit. Ja, jij geeft iedereen complimentjes, dus jij mag ook complimentjes krijgen. Dat bedoelde ik. Dank jullie wel. En natuurlijk ook Arjan, hè. Arjan kon er niet bij zijn, helaas. Maar Arjan, ook bedankt. Als je dit zit te luisteren, Arjan, bedankt. Ik denk dat je dit wel. Het wordt weer een veel te lang einde. Die mensen die dit nu zitten te luisteren, die denken, nou, we klikken weg, want dat duurt te lang. Nee hoor, maar als jullie ons nog willen volgen, kun je dat vooral nog blijven doen. Op Dinant bijvoorbeeld, op @wdm_2023_hints. Op Instagram. Hij zal niet meer hints gaan posten of zo, maar... Ja, met Wie is de Mol pas weer. Wie weet verwachte kandidaten, hè, Dinant? Gio natuurlijk bedankt. Je kan... Wil je dat mensen jou gaan volgen op Instagram? Mag wat? Wil je dat mensen jou gaan volgen op Instagram? Mag uiteraard. Ja, mag ik je Instagram naam vermelden? Ja, tuurlijk. Oké, Giovanni kun je volgen op @giovanni.haak op Instagram. En Kim kan je natuurlijk altijd volgen op het kanaal Kim Coge op YouTube. En natuurlijk @KimCoge op Instagram. Yes. En mij kan je natuurlijk ook gewoon volgen op @Tim op YouTube. Nee, @Tim _ op Instagram. Sorry, ik heb het veranderd. En natuurlijk mij op YouTube ook. Nu is eigen YouTube kanaal kwijt. Hoezo? Je zei je naam.
op YouTube. Ja, nee, op Insta. Het klinkt net alsof je de naam van je YouTube kanaal kwijt was. Nee. Waar is die? Waar is die? Hoe heet ik? Nee, maar dat was op Instagram. Ik heet eerst Tim op YouTube en nu heet ik Tim uitroepteken. Dat is wat makkelijker. En logischer. Ja. Ja. Jongens, we hoeven nog maar één ding te zeggen vandaag. Dinant, take the spot. Houdoe. Doei. Later. Oké, dat was heel eng. Ja. Later. Beetje ASMR, zo kan het wel goed, hè? Dat hoeft eigenlijk niet. Wat? ASMR. Hoezo niet? Dat is echt irritant. Weet ik. Dan gaat Tim dus ook op zijn YouTube maken. ASMR helemaal niet. Dat is het nieuwe nummer. Wie is de molpauze? Nu moet dit. Nee, naar wie is de molpauze ga ik hele andere dingen doen. Oh? Vakantie vieren. Welke vakantie? Het YouTube leven gaat gewoon door, hoor. Ja. En het Wie is de Mol leven ook, want ik moet natuurlijk weer achter gaan halen wat het land is en wat de kandidaten zijn en wanneer ze gaan opnemen. Al bijna, toch? Stiekem doe je gewoon mee. Geen Arjan. Hé, ik mag niks zeggen, Kim. Je kan je ook weer inschrijven voor België nu al. Ja, klopt. Misschien gaat Arjan daar wel mee doen. Ik had mijn geboortedatum ingevuld en toen deden ze er niet moeilijk over. Wacht eens. Waarom is Arjan offline nu ineens? Ja, het onbekende, dat is ook nu waarschijnlijk. Ja, daarom. Het onbekende is nu... Dat is van half mei tot half juni. Ja, maar dit doet hij expres. Nee, dat kan hij niet expres doen. Dit is wel echt eng. Straks zit Arjan mee aan het onbekende. Dan gaan we een podcast maken over onbekende volgend jaar. Voor Arjan. Maar wordt dat nu opgenomen dan? Ja, nu alweer, tweede seizoen. Oh. Ja, weet je, bonnetjes, hè? Max. Super, Max. Oh, dat mag ik eigenlijk helemaal niet zeggen, hè? Oh. Nee, jongens, ik wil ook nog even een shout-out doen aan Max van den Broek. Want die heeft vandaag heeft hij op NPO 3FM. Heeft hij gewoon... NPO 3FM. NPO 3FM. Staat nog steeds aan. Weet ik. Oh ja, de opname is dan... Houdoe! Alweer houdoe. Nee, leuk. We moeten nog even een eindstukje maken. Dat heb je net gemaakt. Nee, dat was geen goed eindstukje. Zo. Wat? Tim met Snapchat, ja. Oh, we moeten Krijn nog even toevoegen. Oh ja, we moeten Krijn toevoegen. Wie? Krijn. Zo. Krijn. Moet ik die kennen? Stuur even die link naar Krijn. Oh, moet ik dat linkje weer naar Krijn sturen? Ja, daar ben jij voor. Ik hem kennen? Jullie zitten echt... Als chipmunks gewoon de hele tijd. Ik kan bijna niks verstaan. Chipmunks. Ik ben het enige chipmunks, dat ben jij. Chipmunks. Nee, jullie kijken echt als chipmunks. Gewoon, jullie kunnen een hele nieuwe film in gaan spreken. Chipmunks. Ja? Wist je dat je best wel heel erg irritant bent? Hoezo? Vraag maar een Gio. Hoezo? Geen woorden, maar daden. Leven fijn door deen. Hand in hand. Kameraden, hand in hand. Voor fijn door deen. Ja, nou jongens, dan was dit toch echt het einde van deze podcast. Mogen we het dan nog een keer zeggen? Abonneer voor meer. Tot volgend jaar. Houdoe. Later. Doei.